4 uur. Oh, nee. Dat maar zo doen. Hallo. Hallo, welkom bij de YouTube Rewind video. We gaan het hebben over video's die wij hebben gemaakt, hoe we zijn begonnen en ja. Nou, we beginnen bij het begin, denk ik. Nou, ik werd dus geopereerd en ik verveelde me heel erg. Toen dacht ik van ja, ik wil een YouTube kanaal beginnen. Toen had ik een editor nodig. Oh, dat maar zo doen. Nee, en Luc en ik vinden het altijd wel leuk om rare plekken te bezoeken en ja, te filmen en zo. Toen dacht ik, dat kunnen we samen gaan doen en zo. Ja, en toen kwam hij met dat idee, kwam hij naar mij. Ik zei, wat ben je sukkel, jongen, ga je toch niet? Nee, grapje. Nee. Ik zei wel, ja, weet je, is goed. Ik zie wel hoe het loopt. En toen hadden we top. En top hebben we weer veranderd, omdat... Ja, dat was het begin. We zijn ook begonnen met deze video. Ik zat... Oh ja. Dat was, eerst was het Wij zijn top. Gewoon lekker leuk, want wij zijn Roel en Luc. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar de eerste video van de Auto Playground. Of Roel en Luc. Ja, dus dit stukje, dat was onze eerste video. Daar hebben we ons een beetje voorgesteld. Die hoeven jullie niet helemaal te zien, anders kunnen jullie even kijken op ons kanaal. Onze kei mooie intro. Ja, de intro was allemaal heel basic. Maar ja, weet je, het zag er wel gewoon goed uit, vond ik. Ja, ik vond hem op zich ook goed. Ja, we hebben ons een beetje voorgesteld. Precies. Toen gingen we eigenlijk meteen doen wat wij heel vaak doen. Ja. Verlaten plekken. Dat is iets wat wij heel erg leuk vinden. Wat je waarschijnlijk ook nog veel gaat terugzien in ons kanaal. Ja. We hebben nog plannen om naar verlaten bunkers te gaan. Ja, klopt. En we zijn al op een andere plek geweest. En daar zullen jullie nou ook hier ergens wat beelden van zien. Nu. Dat was in ieder geval, leg je het uit, het was een verlaten gebouwtje. Ja, was niet heel bijzonder. Een soort kantoorpand, wat leek het ook wel. Het was niet heel geweldig, maar nee, daarom hebben we het ook niet opgeüpload. We dachten van ja, het is eigenlijk niet interessant. Maar hier tussendoor kan het wel. Ja, precies. Ja, verder zijn we nog bij munitiebaan geweest. Wat zie ik hier nog meer staan? Radio Kootwijk. In diezelfde video van Radio Kootwijk zijn we nog in Geffen bij een verlaten gebouw geweest. Klopt. Daar had je ooit een kelder, waar Luc ooit wel in was. Ja, ik ben er een keer in geweest, maar die was ingestort. Dus dat was jammer. Dus nou kom ik er niet meer in, helaas. Ja. En toen ging ik ook, wij vinden verstoppertje spelen, vonden we ook al leuk. Dat heb je ook wel gezien op ons kanaal. Ja. Daar hebben we, welke video hebben we? Oh, bij Radio Kootwijk. Bij Radio Kootwijk hebben we ook verstoppertje gedaan. Ik dacht dat die hebben we een keer gedaan. En tijdens verstoppertje in het donker bos, weet je wat er ook ontstaan is? Luc in het wild. Luc in het wild. Ja, ja, onze Luc in het wild. Ja, dat was ook een... dat was echt, toen we die video aan het opnemen waren, joh, zijn we stuk gegaan. Dat was echt... Maar het leuke is, we waren in een best wel druk gebied waar ook veel mensen liepen. Dus wij liepen daar de hele tijd met onze dingen allemaal te filmen. En hij was allemaal domme dingen aan het doen. Mensen zaten ons ook echt aan te kijken. Damn! Ja, dan moet je uiteindelijk niet meer op gaan letten. Maar op een dag, als we heel groot worden, hè, dan... Ja, waar gaan we het nou over hebben? De stereotypes die... De stereotypes die we gemaakt hebben. Ja. Eentje dat staat momenteel nog niet online. Die hebben we nu al wel opgenomen. Ja. Die zullen jullie dan al wel gezien hebben. Ja. De stereotypes, film kijken. Even pauze. En misschien komt er waarschijnlijk nog één online. En die zullen jullie dan ook wel gezien hebben. Alleen we weten nog niet zeker welke we willen doen. We hebben nog een aantal opties openstaan. Ja. Maar dat zien jullie dan wel. Dat hebben jullie al gezien. Maar de stereotypes vond ik op zich heel grappig. Ja, ik ook. Ook ik gewoon... vind het echt leuk om op te nemen. Luc vindt het leuk om agressief te doen. Echt, ik denk daarom zit hij dus eigenlijk standaard wel in. In iedere stereotype staat wel eentje waar Luc agressief is. Dus, dat scheelt. Ja. Ja, de stereotypes waren eigenlijk gewoon iets leuks zodat we het zeker per week kunnen uploaden. Dat is dan even een wat kortere video. Iets kort erbij. En dan hopen we dat jullie het natuurlijk ook gewoon leuk vinden, omdat dat dan
Ja, nou ja, dan uploaden we 2 keer per week en dan zien jullie dus meer content van ons. Iets korts erbij. Ik zie wel dat de klaslokaal is bijna net zo lang als de Luc in het Wild video. Die is echt lang geworden, zie ik. Ja, dat klopt. Dat komt door jou. Ja, en dan hebben we nog 12 uur in de tent gezeten, jongens. Oh, was dat koud. Ik heb vast wel een beetje koud gehad, maar het was niet grappig. En nou denken jullie, oh, jullie zijn waarschijnlijk van uit geweest, maar we hebben echt 12 uur in die tent gezeten. Mijn moedertje zei ook al, want het was bij mij in de achteren. Ja, kom er gewoon uit. Ik bedoel, jullie kijkers zien het toch niet, maar... Ja, voor jullie, ja, blijven we gewoon in de tent zitten. Toen waren we 11 uur bezig en toen zei ze, wat maakt dat uurtje nou uit? Ja, weet je, het is niet per se dat ik het van, jullie zien het niet, het is gewoon... Voor onszelf. Voor onszelf. Ik wou ook gewoon weten van, kunnen wij dat volhouden? Weet je... En dat konden we. Ik wou stiekem hem ook een beetje van, ja, je houdt dat toch niet vol, weet je, dus ik ga dat volhouden en waarschijnlijk had hij dat andersom ook. Dus het is ook volgens mij tegenover elkaar van, houden wij gewoon vol. En dan nog lekker Rubik's Cubes erin oplossen, hè, Luc? Als je even lekker op je stoeltje ligt. Ja, dat lag best goed. Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog een andere video gehad. Dat is iets wat wij heel leuk vinden. Wij vinden het leuk om zo kinderachtig te gedragen. Daar zijn we ook heel goed in. Zeker. En de toren bouwen. Vandaar, ja, heel goed. De toren bouwen natuurlijk. Die vond ik persoonlijk echt heel leuk om te doen. Ik vond hem een beetje onstabiel. Ja. En even iets tussendoor. Wat ook wel even heel belangrijk is. 8 likes. Prima. Voor tussendoor, ja. Ik weet natuurlijk, de video die gaat, de 31 gaat die online. Deze. En dan hoop ik voor jullie dat we 100 abonnees hebben gehaald. Zodat we de volgende dag, dus, morgen, dan is het, nu, het water in springen. Als deze upload is het 8 uur. Dan hebben ze nog... 4 uur. Ja. 4 uur. Om even te zorgen dat wij abonnees krijgen. Of ze zijn er al overheen. Of ze zijn er al overheen. Dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou helemaal perfect zijn, ja. Nou ja. Dan moeten we dus over 12 uur ongeveer. Iets langer. Ja, ik ga wel eens even mijn katertje uitslapen. We het water in gaan duiken. Oh. Ja. We zien het vanzelf. We zullen trouwens op Insta zullen ook nog wel diezelfde dag een Insta verhaal maken. En dan vragen wij jullie waar jullie willen dat we springen. En weet je wat ook nog geüpload gaat worden? Wat wij nu nog niet hier hebben. De kerstparodie. Die staat ook online, klopt, ja. als deze mensen kijken. Jongens, wij hebben een nummer geschreven en wij hopen heel erg... Kijk, jij hebt bijvoorbeeld zo'n rapje Shorts of... hoe heet de andere gastje daar allemaal raar in is begonnen? Van geef je over. Ja, wij kunnen dus voor gemeente zingen, maar we hopen wel dat de video goed wordt ontvangen door jullie. En het is sowieso... heel erg dat jullie het delen. Echt gewoon... Maakt niet uit met wie, als je het gewoon maar met zoveel mogelijk mensen deelt. Het maakt mij ook niet zo heel veel uit dat ik kan zingen. Het maakt mij meer uit dat die video gewoon grappig is. Ja, dat is ook het belangrijkste. Dat is eigenlijk waar ik meer voor deed. Onze zangskills, dat hoeft allemaal niet. Dat zei ik van tevoren ook al. Als je een goede zanger wilt, dan moeten wij niet meedoen. Nee, dat klopt. Ja, dat was de video. Houdoe! Oh, alleen hoe gaat het? Surprise, motherfucker! I'm back. Ja, maar... Nee, maar dat is dus... dit was eigenlijk een beetje ons kanaal. Ik vind... we hebben het eigenlijk helemaal nog niet over onze nieuwe huisstijl gehad. Nee, klopt. Nee. Hele fotoshoot. Ja. We hebben echt 2 foto's gemaakt en toen was hij er eigenlijk... We hebben niet eens foto's gemaakt. We hebben een filmpje gemaakt. Waar we in verschillende dingen gingen staan. Dat we niet iedere keer de timer aan moesten zetten. En daar hebben we gewoon een screenshot van gemaakt. Ja. Maar ik vind hem op zich wel nice. Ja, op zich wel. Ik ben er trots op. Alleen vind ik nog wel dat we even omgedraaid moeten staan. Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, we hebben het leuk bedacht. Ja. Ja. Nou, volgend jaar komen er weer heel veel te gekke video's aan. Dat weet ik zeker. Moet gewoon. Ja, zeker weten. Dus, heel veel stereotypes. Als jullie een stereotype hebben die jullie willen zien... Even commenten. En dan zeggen we tot volgend jaar. Ja. En veel plezier met aftellen in deze verschrikkelijk irritante tijden. Ja.
Gewoon dan maar lekker een biertje drinken met je familie. Ja, ook, hè? Leuk. Dus tot de volgende video en dank jullie wel voor het kijken. Doei.